goede wedstrijd van heel het team. Dat benadruk ik weer dat als wij met z'n allen 120% geven, dat wij kunnen meten aan teams als Manchester. Ja, want dat was het vanavond, hè? 120% gedisciplineerd en dan kunnen jullie het ook Manchester United moeilijk maken. Ja, zeker. En dat hebben we vandaag weer laten zien. En we doen mee tot het einde. Het is een spoor waarin alle teams gewaagd zijn aan elkaar, dat zie je ook aan de stand. Maar ik hoop dat we met behulp van fantastische supporters, die hier ook met veel mensen waren, een goede laatste wedstrijd thuis kunnen neerzetten tegen CSKA en uiteindelijk kunnen overwinteren in Europa. Ja, hoe heb jij die sfeer, die entourage in het doel ervaren? Ja, op zich krijg je kleine vlagen mee, maar je bent meer op het spel gericht. En het is natuurlijk fantastisch om hier te spelen, maar dat heeft bij ons niet moeten leiden tot verstijfheid of angst. En uiteindelijk denk ik dat je kan terugkijken op een goede avond. Ja, eerste helft zag ik Manchester United geleidelijk steeds meer het initiatief nemen. De eerste 10 minuten sowieso van de wedstrijd hebben we het moeilijk gehad. En Manchester was de eerste helft ook wat beter. Maar de tweede helft wisten ze het niet zo goed meer met het middenveld wat er niet meer was. En vanuit daar zijn wij een paar keer gevaarlijk geweest uit de counter. En stiekem nog gehoopt op 3 punten. Ja. Maar dan moet je ook weer slim genoeg zijn om verder niks weg te geven als je met z'n allen naar voren gaat. En dat hebben we uiteindelijk goed gedaan om het punt hier te halen. Ja, ik weet de loting nog. Manchester United gejuicht bij PSV, want uit die pot met ploegen die eigenlijk te sterk waren, was dat dan een mooi adviesje. 4 punten. Ja, nou, dat geeft genoeg aan dat we volop meedoen en daar gaan we met z'n allen voor. Ja, het besef leeft dat tegen CSKA Moskou ook nog punten gepakt moeten worden, want je kan eerste worden in de pool, tweede worden in de pool, maar ook nog gewoon vierde. Ja, maar wat je zegt klopt. We zijn allemaal gewaagd aan elkaar, maar wij hebben een thuisvoordeel en we moeten zorgen dat we gaan winnen van CSKA, ook al is dat makkelijker gezegd dan gedaan.